zou zomaar eens kunnen gebeuren, hè, aanstaande zondag. Hier, ja. Een paar zenuwslopende dagen, en dan weten we het zeker. Is Tom Dumoulin de eerste Nederlander ooit die de Giro d'Italia gaat winnen? Weet je, Frank, even blij. Ik zeg het in alle onrust. Ik ben er al dagen zenuwachtig van. Hè. De spanning staat erop. En als het lukt, zou dat een buitenaards geweldige prestatie zijn. Hè. Want ik zal je eerlijk zeggen, na dat hele kak-incident afgelopen dinsdag had ik er een hard hoofd in. Ja, vandaag en morgen staan er nog zware etappes op het programma. Als ik zag hoe die gisteren als een baas iedereen tot de orde riep en bijna nonchalant iedere aanval pareerde, dan kan het toch gewoon niet anders dan dat we zondag wielerhistorie gaan schrijven. Ik zeg het niet graag, Frank Evenblij, maar ik ben het dit keer roerend eens met jou. En over wielerhistorie gesproken. De laatste keer dat er een Nederlander een grote ronde won, was in 1980, hè, Joop Zoetemelk, basiskennis. En als we nog verder terugkijken, noem jij nog eens een Nederlander een grote ronde zijn gewonnen? Jan Jansen ook. Ook de Vuelta gewonnen, net zoals Joop. En wij hebben die twee iconen van de Nederlandse wielrenner, die hebben vanochtend even gebeld om te vragen, hoe beleven jullie deze Giro d'Italia? Hallo. Erik Dijkstra, Frank Evenblij, Radiobureau Sport. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen, meneer Zoetemelk. Zit u op de fiets, meneer Zoetemelk? Ik sta nu aan de kant. Maar een stukje aan het fietsen, inderdaad, Jan. Oh, lekker zeg. U gaat gewoon iedere ochtend nog even een stukje fietsen? Nou, het ligt aan hoe het weer is. Het is nu zo mooi weer, maar gewoon profiteren natuurlijk. Ja, dat is wel even lekker, ja. Ja, en fietst u dan nog stevig gemiddeld, hè? Nee hoor, het valt wel mee, zo. Ik haal de 25 niet meer gemiddeld, dus het valt wel mee. Goedemorgen, met Janssen. Hallo, Erik Dijkstra, Frank Evenblij, Radiobureau Sport. Ik spreek met de telefoondienst. Hallo, meneer Janssen, zit u ook op de fiets, of niet? Jezus, man, ik word gek van die telefoon. Ja, maar ja. Wie bent u en wat voor krant schrijft u? U spreekt met Erik Dijkstra en Frank Evenblij van Radiobureau Sport. Oh, van die jakhalzen. Ja, juist, die ja. Oké. Nou, Erik, zeg het maar. Ja. Ben je alleen? Nee, met Frank spreek je ook. Ja, en met Erik dus, hè? Oh, met die. Hey, die is afgevallen, zegt die vent. Ja, dat scheelt een jas. Heel ander verhaal, ja. Hey, Joop, zit jij nou ook iedere dag te kijken naar Tom Dumoulin? En ben je dan ook zenuwachtig of zo? Nou, als ik thuis ben, dan kijk ik erna. Zeker na een bergetappe. Dan kijk ik er wel naar. Nu op het ogenblik, daar heb ik er bijna elke dag naar gekeken. Dus ja, het ziet er heel goed uit. En geniet je daar dan ook echt van? Omdat het een Nederlander is? Natuurlijk geniet gewoon van de sport ook. Het is, en nu het een Nederlander is, ja, dat is nog stimuleert nog extra ook. Ja, dat vind ik gewoon prachtig. En Jan, nou was er vorige week natuurlijk veel te doen over die sanitaire stop van Tom. Heeft u dat ook wel eens gehad? Nee. Ik heb wel eens gehad dat er één tegen me zei, man en paard noemen, Barry Hoban. Hij zegt, Jan, ik moet poepen, man, ik moet poepen. Hij zegt, ik rijd een stukje vooruit en dan ga ik even de kant van de weg zitten. Ja. Dus ik hield dat peloton een beetje rustig. Ja. En godverdorie, na 10 minuten, ik zag helemaal niks meer. Maar die stopte niet, die is doorgereden. En die won de etappe, dat zeker. Die plaats. Ja? Ja. Wat een goede stunt eigenlijk. Ja, een mooie stunt. Ik zeg, ik heb ook wel een keertje gehad. Wanneer dan? In de Ronde van Spanje, de voorlaatste dag. Ja? Ik stond ook aan de leiding in die Ronde van Spanje van 1979. En de voorlaatste dag had ik het ook. We rijden ook zo'n berg op. We blijven met het klassement blijven we over. Een man of 7-8. Ja. En die kreeg het ook, krampen in mijn maag en alles. Ja, ik moet stoppen, ik kan zo niet door blijven rijden. Dus nee. We komen rijden over die top. En gelijk, als laatste van die kopgroep over de top, ben gelijk gestopt. Aan de kant van de weg. En ja, dat hadden we nog geen gewoon je trui aan houden. We hadden gewoon bretels. Dus die korte broek, die kon je gewoon naar beneden trekken. Ja. Dus dat ging veel sneller allemaal. En Dumoulin die maakt zich heel goed kwaad, hè, op Kruiswijk en op Mollema. Is dat terecht, ja, vind je? Dat moet hij niet doen. Nee, dat vind ik niet goed. Het zijn geen nationale ploegen, het zijn commerciële ploegen. En meneer Lotto en Trek, ja, die stoppen daar 15, 20 miljoen in die wielersport. Dan ga je niet met een ander in de slag. Wat met Tom het geval is natuurlijk, hij zit alleen in de finale. Ja, ja. Te matige ploeg eigenlijk. Voor een klassement te rijden wel, niet voor gewoon een ronde te rijden, maakt niks uit. Maar voor zo'n grote ronde, voor een klassement rijden, je geen goede ploeg hebt, ik heb het zelf vroeger ook meegemaakt, dan is het heel moeilijk. Hey Joop, gewoon heel simpel op de man af, hè. Gaat Tom Dumoulin de Giro d'Italia winnen? Nou, ik durf het nog niet 100% zeker te zeggen. Ik zeg net als de ploeg is een beetje zwak natuurlijk in de finale. Maar er zijn nog twee zware dagen tussen vandaag en morgen, vrijdag en zaterdag. Nou, als je nog met een minuut voorsprong
aan Jan toe gaat. Ja, goed, met die tijd, dan kan hij wel alleen rijden. Dat is geen probleem. Oké. All right. Okay. Dankjewel, Jan. Doe je die dikke de groeten? Ja, die, doe je, die heb je aan de lijn, hè? Oh, cool. Hoi. Goed. Dag.